Zit er nog toekomst in The Voice of Holland? The Voice of Holland, heeft dat nog toekomst, denkt u? Nee, ik denk het niet. En waarom denkt u dat? Door alles wat er aan de hand is. Heeft u nog daar gekeken in het verleden? Ja. Wat vond u van het programma? Leuk programma. Jammer dat het gestopt is, maar ja, ik snap het wel als het zo gaat. Ik ook. Dankjewel. Oké. En een fijne dag, hè? Zelfde. Oh, ja. Dat vind ik een lastige vraag. Wat er gebeurd is, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar we spreken nog altijd over vermeende daders en vermeende slachtoffers. En ik vind het wel heel naar als ze met z'n allen alle mening hebben zonder dat er daadwerkelijk goed onderzoek is gedaan. Nou, ik denk het niet. En waarom denkt u dat? Door alles wat gespeculeerd wordt of misschien wel waar is. Het is overal, maar ik denk het niet. Dus ik weet niet of het toekomst heeft. Het is natuurlijk, heeft een grote klacht gehad. Maar ik ben ook niet iemand die gelijk zegt van zij zijn schuldig, terwijl ik het helemaal niet weet. Ik hoop van wel. Want het is een heel leuke uitzending. Zou iets moeten veranderen misschien, hè? Ja, dat wel. Ja. Meer controle. Meer toezicht. Ja, bijvoorbeeld. Ik heb geen idee, als ik heel eerlijk ben. Heb je het gevolgd? Nee. Echt helemaal niet. Ik weet niet wat het over. Ja, ik heb wel een beetje meegekregen, maar dat houdt ook wel op. Nee, ik denk het niet. En waarom denkt u dat? Ik denk dat er is niemand bij geweest. Dus je weet ook niet hoe de vork in de steel steekt precies. En het kwaad is al geschied, zullen we dan maar zeggen. Geen flauw idee, ik kijk al een jaar niet meer. En kijk jij wel? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen televisie. Nee. Ken je het programma dus wel? Ja. Maar denk je dat het nog uitgezonden zal gaan worden? Of zal er een streep doorgetrokken worden? Ik ben niet op de hoogte. Nou, ja, ik weet niet wat ik erover moet denken. Doei, nee. En waarom denkt u dat? Ja, het is er duidelijk of niet? Ik denk het niet. En waarom denkt u dat? Omdat ik vind dat iedereen met zijn tengels van spul af moet, van andere mensen af moet blijven. Nou, zou je denken? Ik denk weinig. Ja. Ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Ik denk het niet. En waarom denkt u dat? Nou, al die trabbeland wat er nu allemaal is. De mensen die willen er niet meer zin in, denk ik. Nou, dat ze stomme dingen hebben gedaan natuurlijk. Ja, ja. Nou, net of van alles aan de hand is. En er komt nog veel meer, let maar op. Ja, wat denkt u aan? Ja, van alles. Nou is die beerput opengetrokken, hè. Ja. Dus... Ik denk nat, dat er meer. Juist. En net goed. Hou ik van. Ja, natuurlijk keur ik het af. Het hele programma ook, bij deze. Of ik het programma afkeur. Ja, ik denk wat er gebeurd is, dat moeten we loszien van het programma. Ja. Het programma is een enorm succes. Hoe kunnen we dat loszien van het programma? Nieuwe jury en nieuwe mensen, nieuwe poppetjes erop.